Welkom bij deze geleide engelenmeditatie. Mijn naam is Jolanda Hoogkamer en in deze meditatie neem ik je mee op een magische reis om contact te maken met jouw beschermengel. Zoek een plekje waar je niet gestoord kan worden en neem bewust even een moment voor jezelf. Ga lekker ontspannen zitten of liggen in een houding die voor jou fijn voelt. Sluit je ogen. En wees je even heel erg bewust van je ademhaling. Adem een paar keer diep in en weer uit. Net even iets dieper dan je normaal doet. En je hoeft niets te forceren. Adem in en adem weer uit. Met iedere inademing adem je nieuwe energie in. En op iedere uitademing adem je energie uit die je los wil laten. Met iedere uitademing voel je meer ontspanning. Rust in je lichaam. Rust in je hoofd. En als er soms toch nog een gedachte in je opkomt, of je een bepaald gevoel waarneemt, weet dan dat alles er helemaal mag zijn. Je hoeft je nergens tegen te verzetten. Als je soms afdwaalt, dan richt je gewoon weer je aandacht op mijn stem. Dat is het enige wat je hoeft te doen. We reizen af naar een magische plek. Een magische plek in een bosrijke omgeving. En terwijl je zo om je heen kijkt, zie je eeuwenoude bomen. Met reusachtige stammen.
en de grond is bekleed met een laagje zacht groen mos. En de zon schijnt weldadig door de takken en de bladeren. En overal zie je strepen van zonlicht door het bos heen stralen. De strepen van zonlicht verspreiden een speels en stralend lichtspel. De energie van deze plek voelt intens en liefdevol. De vogels fluiten. En vlinders dansen fladderend door de strepen van zonlicht. Een plek iets verderop trekt je aandacht. Het licht lijkt daar net iets anders te zijn. Het is een open plek die wordt verlicht door het meest stralende licht wat je ooit hebt gezien. En deze plek geeft je het gevoel dat je helemaal aanwezig bent in het moment. In verbinding met het bos en de prachtige natuur om je heen. In verbinding met de aarde waarop je leeft. En zoek een lekker plekje om te gaan zitten of liggen hier op deze open plek. Misschien wel tegen een boom. Of op het zachte mos. En terwijl je hier zo zit of ligt, komt er een heldere witte energie vanuit het universum.
Deze energie stroomt naar binnen via je kruinchakra. De plek boven op je hoofd. Het heldere licht verspreidt zich door je hoofd. Door je nek en je schouders. Je armen. Je borstkas en je buik. Alle organen worden verlicht door de heldere, stralende energie. Deze energie stroomt ook door je bekkengebied. Naar je benen. En je voeten. Deze heldere lichte energie versterkt je intuïtie. Geeft je helderheid. En dan zie je een liefdevolle aanwezigheid helder worden. Hier bij jou op deze magische open plek. Het is jouw beschermengel. En misschien ervaar je een gevoel van liefde en herkenning. Nu jij je zo bewust bent van jouw beschermengel. En de sfeer om je heen vult zich met de zuiverste energie. De energie van licht, schoonheid en liefde. De energie die je hart als vanzelf open laat gaan. Je hartsgebied wordt gevuld met de pure, zachte, liefdevolle energie. Misschien voel je je wel geraakt. Of emotioneel. Door de stralende aanwezigheid van jouw beschermengel.
Neem echt even de tijd om de energie van jouw beschermengel waar te nemen. Kijk maar eens hoe jouw beschermengel eruit ziet. Misschien heb je het idee dat het een mannelijke of een vrouwelijke verschijning is. Of zie je kleuren? Kleding of energie. Het kan zijn dat je het beeld van jouw beschermengel heel helder ziet. En als het beeld onduidelijk is voor jou, probeer dan eens of je het kan voelen, ervaren. Of misschien weet je het, dat je beschermengel heel duidelijk aanwezig is. Wees open en nieuwsgierig hoe jij het waar kan nemen. Zien, voelen, weten of horen. Kan op verschillende manieren zichtbaar worden voor jou. Als je wilt, kun jij je beschermengel om zijn of haar naam vragen. Een naam kan van alles zijn, klanken of letters die misschien helemaal niet zo logisch voelen voor ons op aarde. En laat het antwoord gewoon in je opkomen. Zonder erbij na te denken. En vertrouw erop dat het gevoel van energie van je engel en alles wat je nu voelt en waar kan nemen precies goed is. Als je wilt, dan kun je vragen of je beschermengel je de komende dagen een teken wilt geven. Teken van zijn of haar aanwezigheid.
of dat jouw engel misschien wel langskomt in je dromen. Of tijdens een meditatie. Jouw beschermengel is altijd bij je. Een beschermengel is nauw verbonden met de bronenergie. De goddelijke bron van licht. Jouw beschermengel zorgt voor je. Je kunt altijd om hulp vragen van jouw engel. Bijvoorbeeld om je emoties te verzachten. Of je heling te brengen. Je te troosten. Of je gevoel van kracht en vertrouwen te geven. Jouw beschermengel is er om jou te helpen. Hoe meer je openstaat voor het contact met jouw engel, hoe meer contact je kan ervaren. Je kan altijd weer even terug naar dit moment. Naar deze meditatie. En bedank je beschermengel voor dit bijzondere moment. En weet dat jouw engel altijd bij je is. En haal dan bewust even een paar keer ontspannen adem. Beweeg zachtjes een beetje met je lichaam. Rek en strek je een beetje uit. Open langzaam je ogen en voel de liefdevolle energie van jouw beschermengel.